Lassie. RGB. Lassie. Yomunozo Oruwa. Waar je open verzekert, onze artsen zijn altijd klaar. RGD is betrouwbaar. RGD. Huisarts. RGD. Apotheek. RGD. Laboratorium. RGD. Verloskunde. RGD. Consultatie. RGD. Spoedhulp. RGD. Alassie. Regionale Gezondheidsdienst. Kijkers en luisteraars, welkom bij dit programma RGD's Gezond Tutaki. Nou, het is een programma in samenwerking van de Community Health afdeling RGD in samenwerking met NII, Nationaal Informatie Instituut. Nou, voor we doorgaan, kom ik winsu nu een suite jari, maar omdat nou een gezondheidsvoorlichtingsprogramma, dat zal ik zeggen, een gezond 2019. Aan u en de uwen. Nou, mijn naam is Koens Bihari Alwisjes. Ik ben arts en presentator van dit programma. Nou, dit is een gezondheidsvoorlichtingsprogramma, samitak altijd. Sana Adulfa programma die zie. Adulna eigenlijk voor mijn kutin zelfstandig, voor giltje inzicht. Nanga a juiste informatie, zou het gidja. Dat ik kan abitje inzicht in bepaalde zieke. Ik kan trouwens zelfstandig, zodat ik kan teken. Gezonde beslissingen. U moet uw gezonde beslissingen zelf nemen. Dat kunnen wij niet voor u doen. Natuurlijk kunt u dat ook doen voor uw kinderen. Dus dat is het doel van deze programma's. En verder willen we dat u als partner invloed heeft op beslissingen met betrekking tot uw gezondheid. Dat want dat dus u, TS Donanga Datra, of een verpleegkundige, dat je level lang man. Doordat je hebt inzicht in bepaalde ziekte, dat jonge man kan taki, zou sana de verdere stappen, sana een beleid zou ook kan doen samen. Dat na als partner, je aanzienlijk partner voor je usrevi. Verder, u kan delik partner toe voor zorgen voor een gezond Suriname. Dat is het doel van deze programma's. Nou, ik zeg altijd, u kan reageren altijd, reacties kunnen altijd plaatsvinden via een appnummer 8 5 0 9 4 6 0. Was je dat in het programma? Het wordt onderin later geschreven. Er is ook een e-mailadres waar u kan reageren. U kan geven suggesties. Zou u kan doen verder. En die programma's, er is een verandering, heb ik begrepen, van de directie net. Die programma's werden uitgezonden op de dinsdag, donderdag en zaterdag. De dagen blijven hetzelfde, alleen de tijd is in plaats van 9 uur, omstreeks 8:30. Dus no a programma, no kone june timoro, omstreeks 8:30, heb ik begrepen. Nou, lek van mitaki, dit na tide, na derde onderwerp zouden we behandelen, of zouden we bespreken. En altijd hebben we een gast hier. Een onderwerp voor idee, de eerste wang ben ik over RGD. Hoe ben ik het over RGD, introducties aan RGD doen. Het tweede onderwerp voor ons ben ik HIV. Ik ben leg hoe alles aan uitstaan. Hoe ben ik op een gast drapen toe. Nou, het derde onderwerp naar CVA. Ik leg hoe altijd uit. Wat hoor je op rustig Nederlands? Want CVA betekent cerebrovasculair accident. Dus aan dat ook al liep. Maar moet dat eens op zien of als dat niet. CVA is gewoon hersen, bloedvat, ongeluk. Een normaal betekent beroerte. Nou, wat voor gast dat is? En dat is dokter Harvey Young. Ik zal alvast zeggen, dokter Harvey Young, collega Young. Welkom en ik wil u bedanken direct. Ik wil u direct bedanken dat u toch uw medewerking verleent. Met alle genoegen natuurlijk. Prachtig. En wat dat gewoon is, dat voor je onofficieel is dat niet? U bent neuroloog. Leg het maar uit, sana neuroloog. Want in de medische sector heb je wel een loog. Cardioloog, nefroloog, gynaecoloog. U bent neuroloog. Yeah. Wat houdt dat in? Nou, neuroloog is een dokter die een beetje meer heeft gezien. Misschien heb je zo'n moro in hersenen en zin met ziekte. Dus bijvoorbeeld ziektes als herlijk. Leg zou het actie de hersenberoerte, maar ook epilepsie, fadonsiki, zenuwaandoeningen aan de hand, pijn, rugpijn, nekpijn. Dus eigenlijk alle ziektes die te maken hebben met de hersenen en de zenuwen van het lichaam.
Okay. Dat is mijn werk. Dus hoe verstaan ze nou een neuroloog? Dus dat nou ook toe, want je voorlichting dat je sabi, zijn wat neuroloog je doet. Maar ik van mijn taki, collega Harvey, hoe ben taki CVA? Nou, de WHO is taki dat CVA beroerte, ik hoor taki horen dat beroerte. Per jaar bijna 6 miljoen gevallen. Ik kom voor doden per jaar. Ten gevolge van een beroerte. Bijna 6 miljoen is bijna. Hoeveel maal Suriname? Suriname is bijna 12 maal. Van het bevolk heeft ze er dan. If you look, ongeveer gevallen zijn ik kom voor. A WHO na mama orga. Dat me bij het vorige keer. Ba. Van heel grond op een gezondheid orga. En de man dat hier per jaar ongeveer 17 miljoen gevallen van beroerte ik kom voor. Is bijna alweer maar ze er dan. 30 maal de bevolking staat dan, maar dat is heel groot. Wat is CVA eigenlijk dan? Nou, een beroerte, zijn dat beroerte? Dus, ik ben blij dat je begint aan zijn, dit is zo, hè, want vaak wordt het onderschat. Laat me beginnen met het woord beroerte. Kijkers, hoe noem verwarren aan. Ik voel me beroerd, is natuurlijk niet hetzelfde als een beroerte. Een beroerte is een neurologische aandoening. Er gebeurt iets in de bloedvaten van de hersenen. Dus je weet, elk deel van het lichaam heeft bloed nodig. En als je verstoken bent van bloed, als er geen bloed ergens naartoe gaat, dan kan er een probleem ontstaan. Want bloed brengt voeding en bloed haalt ook gifstoffen uit de delen van het lichaam. Bijvoorbeeld, als je botai vinger vast, langer. Nou, op een gegeven moment een vinger, dat sterft af. Het gaat beschadigen, het gaat doodgaan. Maar dat kan ook in de hersenen gebeuren. Hersenen zijn heel gevoelige organen. Als je 6 minuten zonder zuurstof zit in de hersenen, dat is lastigba. En zo'n hersenberoerte is wanneer bijvoorbeeld, je hebt 2 soorten hersenberoertes. Bijvoorbeeld een bloedvat raakt verstopt, waardoor er geen bloed komt in een deel van de hersenen. En dan gaan die hersenen beschadigen. En dan kan je verlammingen krijgen, niet goed kunnen praten, niet goed kunnen nadenken. Dus eigenlijk je malingering, toch? Dat is wanneer je bloedvatverstoppingen hebt. Maar je kan ook hebben dat zo'n broedo T priet op, waardoor een broedo elke go in de hersenen. En dan kan je dus ook verlamming krijgen, ook malingering. Maar dan is het niet verstopping, maar een lekkage van bloed. Een lekkage. Oh, dus je bedoelt eigenlijk een probleem van A. Beroerte naar eigenlijk een bloedvat. Ja. Daar heb je een probleem. Ja. Dong, hè? Abroedo thee. Pe abroedo e waka gomita hersen. Of aman kan raken verstopt, of amai priet op. Maar wat zijn de oorzaken? De risicofactoren? Ik kan karwa toe. Ik zeg het altijd, als u bij me op de poli zou komen, ik zeg het vaak tegen mijn patiënten van, eigenlijk een beroerte is het teken van achterstallig onderhoud. Zo noem ik het vaak. Ja. Mensen die geen rekening houden met hun lichaam, met de behoeften van het lichaam. En als je dat jaren doet, even verwaarloosd is gereven, dan je kan kiezen. Dat is dit het resultaat van. Maar hoe moet je je lichaam onderhouden? Want eigenlijk is dat de kern van de zaak, zei de Medejas. Want ik wil eigenlijk juist dat mensen geen beroerte krijgen. Voorkomen is altijd beter dan genezen, toch? Cordelen. En hoe... Wat gebeurt er eigenlijk als iemand bijvoorbeeld een diabetes, een man saap sukrusiki, hoge bloeddruk of een hoog cholesterol, die 3 grote dingen, die, if je hebt de ziekie lange ding en in een onderhoud de ziekie, if a sukrufi het aan he, if a bloeddruk aan he toonsie, of if a cholesterol he, dan krijg je chronische, langdurige beschadiging van die kleine bloedvaten. En een van de gevolgen is dat zo'n bloedvat gaat scheuren of verstoppen. Het is niet alleen hersenberoertes hoor. Blindheid, nierproblemen met dialyse als gevolg. Een goed voorbeeld is ook een hartaanval. Is ook gewoon het gevolg van vaatbeschadigingen. En die vaatbeschadigingen zijn jarenlange, zullen we zeggen, slechte... misschien is slecht een beetje een bevooroordeeld woord, maar niet optimale verzorging van je lichaam. Nou, dus hoe jaren mensen... De risico, dus massa abi hei broedo. De man nego controleer op tijd. Of adatra egi de dresi, de man vindt dat de no dringa dresi, want de man e fear next. Vaak met de man, a broedo an a hei broedo an a sukru, na le kwan furman. En dat met dat, te ama un naki ni hersen, ama no te egi tak ti de mo naki, a furman no melde ti de mo kop brokioso, toch?
Dus de man sabi sukru, hey brudo, controleer, go controleer asa. Drink de dressie en hoor je dieet toe, hè? Ja, er is natuurlijk nog meer. Want het liefst wil je geen medicijnen gebruiken. Kijk, ik zeg tegen mensen, at dat moment die doorop je kies dressie van dat ra, die medicijnen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je niet zieker wordt. Weet je, het is een... Ik vind het nou een beetje moeite. Je tek adres je dringing en je zorgt dat je dringing op tijd. En dat oh, je hebt je lip moro langer. Of beter nog, dat je lip zonder om alingre. Zonder lijden. Want niks is erger dan... Sommige mensen zeggen, ja, ik ben niet bang voor de dood. Dat begrijp ik. Maar je wil natuurlijk ook niet leven met de verlamming. Dus daarom zeg ik van, slik die tabletten. Maar er is meer hoor, collega. Hoe je het ook allemaal... Ik zeg het, weet je, voel ik een beetje moro makkelijk, heb ik het samengevat in 7. Snap, 7 is een geluksgetal, ja. Een priemgetal, dat is een mooi getal. Er zijn 7 belangrijke dingen in het leven, ja. Simpele dingen in het leven die je kan doen om een beroerte voor te zijn. Om ervoor te zorgen dat je geen beroerte krijgt of ernstige ziektes aan de bloedvaten. Ik zei al, suikerziekte, hoge bloeddruk en die cholesterol. Dan moet je gewoon de beste vrienden met je huisdokter zijn en die dan met jou adviezen kan geven. Daarnaast is China lekker wat wagi. Als je niet rijdt, wagi, wagi broken toe. Je lichaam moet bewegen, je moet lichaamsactiviteit hebben. En lekker je betaxonet, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert minimaal 140 minuten lichaamsactiviteit, matig tot zwaar lichaamsactiviteit, in een week, dus in 7 dagen. Iets voor meer rond de 25 minuten per dag. Is een kleine moeite. Het is soms niet makkelijk voor alle. Je hebt wel een druk libi. Tegenwoordig, weet je bent ja. Druk bezig, je moet je gezin, je werk. Maar ergens boren toch suku aan 25 minuten. Bijvoorbeeld in plaats van, ja, ik zondig me ook eraan hoor. Ik ben ook, ik ben natuurlijk, we zijn allemaal een beetje zondags, maar we moeten er samen op letten. Soms vergeet ik ook om de trap te nemen in plaats van de lift als ik in het ziekenhuis ben. Weet je, maar soms is het die kleine moeite om die extra minuut te bewegen. En dat helpt. Dan ben ik nog niet klaar, collega. Dat is dus bloeddruk, suiker, cholesterol, lichaamsbeweging, voldoende voedingsvezel. Het klinkt heel gek, maar als je voldoende vruchten en groenten eet. Weet je hoe ik het relativeer? Ik zeg van, als je een goede stoelgang hebt, dan gaat je galproductie ook beter en dan kan je ook, als het ware, je cholesterol, je vetbalansen zijn een stukken beter als je, weet je iets als een goede stoelgang hebt en het bevordert ook gewoon heel wat. Het schijnt ook goed tegen kanker te zijn, met name het maag-darm aandoeningen. Dat is 5. Nummer 6, als je overgewicht bent, mensen die, weet je, je hebt natuurlijk... vaak voelen mensen zich een beetje beledigd als ik zeg van, hey, je bent te dik. Maar dan heb ik het niet over mooi of niet mooi, want elk mens is mooi. Maar ik heb het dan over medisch bij overgewicht. Weet je, overgewicht is een grote boosdoener. En dat moet je proberen kwijt te raken. Je moet fit af wat doen, om het zo te zeggen. En nummer 7, want ik heb het over 7 problemen, is natuurlijk het roken. En het is vanzelfsprekend dat we allemaal een oesap tegenwoordig, maar dat roken, het is een gezondheidsrisico, het breekt je vaten. Het brengt los van de kans op kanker, longkanker en andere soorten kanker, ook een hogere kans op hart- en vaatziektes. En als je serieus met je gezondheid wil zijn, dat je die moeite tenminste probeert te doen om te stoppen met roken. En dat zijn die 7 dingen. Oké, dus hoe jij de stappen, eigenlijk bloeddruk, suiker, cholesterol, nog of fatutum zien, want je beweegt, en afvoeding en smokkel. Maar met voeding, we takken altijd. Hè. De man takken voeding, goede voeding, weinig zout, suikers, veel vezels, groenten, appels, vruchten zijn heel goed. De man takken toe. Hè. Er zijn ook studies gedaan, als ik het goed heb. De man doet aan toe. Kijk, meestal te week, ja, voorlichting, ja. Hoe nog een one site, one Google, en zo, maar dat we takken zo. We willen evidence hebben. En er worden studies gedaan, onder andere de apparaat bij elkaar, onder andere ijsappels. De matak zijn heel voedzame dingen. En ook toe kan verlagen risico voor beroerte de matak. Nou, maar ik tak smoken. En natuurlijk sigaret, drugs bedoelt u. Mm-hmm. Maar van alcohol dan? Wel, vroeger, kotak, niet zo heel lang geleden werd er geadviseerd. Bijvoorbeeld als je drinkt wijn, rode wijn,
dat je daarmee de kans op hart- en vaatziekten vermindert. Like wij medici, we moeten afgaan op evidence, op bewijs. En wat blijkt, recentelijk hebben ze een enorme grote populatiestudie gedaan. En wat blijkt? Eigenlijk, op elk niveau, hoe je drinkt alcohol, of je nou sporadisch drinkt, één keer per week, één keer per maand. Het moment dat je alcohol drinkt, schijnt, hoe meer je drinkt, hoe negatiever het effect heeft op de gezondheid. Ik wist dat eigenlijk, ook pas recentelijk toen het is uitgekomen, want vroeger adviseerde ik ook mensen van, hey, een glaasje rode wijn zou niet zo slecht zijn. Maar nu komt er informatie naar buiten dat op termen van gezondheid in zijn algemeenheid, blijkt alcohol helemaal niet goed te zijn als we dachten. Ja, want voorzien, de man bij takitak, de man bij gebruik wel een heavy term, toch? Harmful drinking. Dat ja, dat ja, ja, ja. Ik zeg maar, nou, je heren, bij wijze kom hoor, dat gaat soppieschrift ook toe. Ja. Maar ik denk dat je drinkt een gras bier, iets op moalis, en nog chronisch, dat is niet dat ik alle dingen doen. No. Want wat moet ik doen? Maar oké, okay, hoe jij de risicofactoren? En laatst wat ik ben doen, of ik ben bon, wat ik ben doen in Sernan, Paramaribo, de man bekaar een hele zuur studie. Drapen de man bij een interview doen, bepaalde metingen, als ik voor 18 jaar denk ik, tot 70 jaar, als ik het goed heb. Wat ik ben doen, als ik dat ben doen door mensen van Suriname en Nederland. Ja? Artsen, andere onderzoekers, Suriname en Nederland. En ik heb ze maar bij ontdekt. Ze hebben ontdekt dat ongeveer 60% van de suma's die ze onderzoeken bij een of andere vorm van suikerziekte. Ongeveer 70% bijna bij een vorm van bloeddruk, of van voorfase of heebroedoe. Dus, en bijna 40% bij heecholesterol. Bijna 60% bij een of andere vorm van overgewicht. Ik weet niet hoe de cijfers dat zo dan. Zo many in Paramaribo. En de semsan dat die na risicofactoren zijn, ik karkos naar de 7 punten. Kan ik dan stellen dat de kans, als deze mensen niet op tijd naar de arts gaan, of hun controles niet op tijd doen, geen medicatie innemen, dat de kans groot is dat we een toename kunnen verwachten? Wel, collega, Aladimi dit op een werkvloer aanzet. En het is wel triest om te zien hoor, want als je kijkt naar de patiënt, zei ik ook, voorzien, we denken altijd hersenberoerte naar een ziekie voor ouders, maar 70, 80 jaar, weet je, oma, opa is al ouder, weet je, gezondheid. Maar nou zei je ziet dat deze psycho-ziekie zijn jonge mensen. We praten over mensen die niet eens met pensioen gaan. Voorzien, je gaat pas aan dat en dan, zijn een situatie nu. Als je mag geven een situatie, zou je zien ze dan een leeftijd en dus en de geval per jaar? De gemiddelde, dus oké. Okay. Ongeveer, schrik niet, 900 opnames per jaar aan hersenberoerte alleen in AZ. Alleen AZ? Alleen in AZ. 900 gevallen. Om en bij. De gemiddelde leeftijd is nu 59 jaar van iemand met een beroerte. En dat, kijk, hoe moet rekenen aan statistiek? Als je 2 of 3 mensen van 90 jaar oud hebt, dan schuiven die statistieken heel snel. Ja. Dus dat je een gemiddelde leeftijd van 59 jaar hebt. En dit is een kleine studie die ik persoonlijk had gedaan aan de hand van opnamecijfers. Heel kort, 2 jaartjes. En dan zie je gewoon 59 jaar. Dat wil zeggen, nog voordat mensen met pensioen gaan. Dus mensen die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van het land, liggen in een bed verlamd. Ja. Dus zoals die maar gewoon een pensioen. Maar ooit, zijn er morgen jong, zoals ze iets jonger beroerd in je carrière? 18 jaar. 18 jaar? Ja, maar dat was een... dat is een beetje een ander verhaal natuurlijk. Dat had te maken met de infectieziekte. Oké. Okay. Maar ik zie mensen al tegen de 40, begin 40, die hersenberoerte hebben gehad, zoals ik zei, door slecht, zullen zeggen, onderhoud van het lichaam, om het zo te zeggen. Dus dat wat ik hier, dus je ziet zo maar 40 jaar, maar meestal de maar bij de risicofactor. Een aantal meestal. Je ziet? Een aantal risicofactoren. Dus daarom met Baru altijd. Hoe huisarts of verpleegkundige of de materie komt op tijd voor de controles. Is je zei als je de controles op tijd doet, dan heb je een zanger gezien en dan zijn dat nog pikken. Zo is bijna in de vier niks. Dat is een broer. Gewoon niet wakker vrij naar mijn naki. Silent killer. Silent killer, hier is een taki. En zei ik aan je op zo'n jong leeftijd, als je begint met beroerte, dat je bent takken toe kap zanger, onder een kwaliteit van je drop. Ik ben kaart toe dat ik kan raken voor lang kan de wansen. Fire goroko.
A productie naar konden ook toe ik wil achteruit. A economie ik wil achteruit, want jullie maar produceren. Ja? Dat zijn wel de gevolgen. Zij rekenen op ze. Daarnaast ben je ook... Je familie moest verzorgen hiertoe bijna. Want het is soms moeilijk, hè? Ja. Kunt u daarover wat zeggen? Wel, zijn er de consequenties om? Dus het is wel heel triest hoor. Kijk, alvast... Het belangrijkste is om die beroerte niet te krijgen. If ik kies aan beroerte, Bas, zijn er natuurlijk een heleboel dingen die we kunnen proberen om het op te vangen. Maar veel mensen raken dus verlamd in belangrijke mate. Pinomang doe je basis gewoon distance van Libi. Bijvoorbeeld Gowasi, Gonyang, Miki Eginyang, Waka. Weet je? En dan ben je op een gegeven moment kan je niet voor jezelf zorgen. Dus Trasma moest abi via Piu. En dat kost niet alleen tijd, want dat meestal naar familie, want is er dan, weet je, we letten wel op elkaar. Maar dan is het familie, broers, ooms, neven, nichten die meehelpen om voor zorgen zo'n libisma. Maar dat want ook wat mensen voor zorgen wat trasma zijn om doe je iets aan niet. Dan haal je iemand, niet alleen één persoon, een zieke persoon uit het arbeidsveld, maar die persoon die zorgt voor die patiënt, die kan ook niet gaan werken. En je begrijpt dat wil zeggen dat er meer dan één persoon als het ware uit die gemeenschap wordt getrokken. Okay. En weet u wat ook heel erg vaak het probleem is met ziektes als hersenberoerte? Er zit een beetje schaamte bij. Ja. If je bij mij lingert, in normaal situatie, meestal zie je die mensen niet over straat. Ja, weet je wat gebeurt? Ze schuilen. Ze schuilen. Ze zijn een beetje schaamte. Schaamte. Oké. Ik vind er niks voor nodig. Ja. Ik vind het niet nodig, want ik vind die mensen die een beroerte hebben gehad, zijn nog steeds dezelfde mensen die ze zijn. Misschien een beetje veranderd, maar weet je, en door die schaamte worden ze onttrokken uit die gemeenschap. Ja, oké. Okay. En dat is ook wel jammer. En daarom dat ik ook deze gelegenheid van u heel, heel belangrijk vind, van weet je, dat we er open over kunnen praten. Oké. Okay. Dus hoe jere, zijn de gevolgen, hoe ik vond dat je kwaliteit van Libi, kort gezegd, allemaal drop en mensen gaan meer bijbetrokken worden, mensen worden belast voor de minder verzorging en dergelijke. Dus je kan het voorkomen, zegt men, door als je de risicofactoren hebt, zo dat je zo net, probeer voldoende controles op tijd bij de arts. Dat nou, dus dan let op je voeding. Bijvoorbeeld nog een jan sop drink sopje, like alade, jan sop toe, dit soort zijn dat toen ze voeren. Misschien bepaalde gemeenschappen naar 56 magie blok de gebruik. Dat misap toe. Nou, ik tak en toe, ook toe. Maar even kies aan beroerte toch? Ja. Zijn er kans dat je kan dit de eerste keer? Of een kans dat je kan kombakken? Dus daar is er dat namuroko. Dat is waarmee ik de afgelopen jaren bezig ben. En moet ik wel met trots zeggen, we duidelijke vooruitgang in Suriname krijgen. Okay. Fossi, TBK is mijn beroerte in Suriname. Eigenlijk in de doofuru. Je door het zo kan, een week later, op het tapuan bedi, we oefenen naar fysiotherapie, focus op kracht, change op bakken. Wat al een stap vooruit is natuurlijk. Maar nou, de afgelopen jaren hebben we inderdaad ontwikkeling gehad. Een paar minuten geleden had ik u ook gezegd, als je hersenen een paar minuten zonder zuurstof zitten, dan neem je beschadigd. Als iemand een beroerte krijgt, wat we hebben nu een nieuwe behandeling in AZ. Als Kotak je plotseling no de 1-7 verlamd. Is belangrijk dat jij als persoon, als familie, als vriend, als gemeenschapspersoon, in sap zijn aan beroerte precies. Van je kan herkennen. Meestal een kromme mond, een verlamming van het gezicht, niet goed kunnen praten, zwakte in de arm. Wat we noemen in Engels, dat maakt eigenlijk fast. Meestal dat aan zee, no? Altijd is het aan één kant. Dat maakt eigenlijk fast. Snel, toch? Ja. Face, arm, speech, time. Gezicht, arm, als het is eenzijdige verlamming, bijvoorbeeld links of aan de rechterkant. En het niet goed kunnen praten. Als je die drie dingen ziet bij iemand, plotseling ontstaan, begrijp goed dat tijd belangrijk is. Ik zei u al, als er een verstopping is in die bloedvaten, binnen een paar minuten beginnen cellen dood te gaan, beginnen de hersenen te sterven. En je moet zo snel mogelijk in het academisch ziekenhuis terechtkomen. Als je binnen 4,5 uur van het ontstaan van de eerste klachten
in het ziekenhuis terecht kan komen, kunnen we dan een scan maken om te zien wat voor beroerte het is. En als het bloedresultaat aangeeft dat we een bepaald medicijn kunnen geven, en dat heet alteplase. Dat is een heel sterk medicijn waarmee we die bloedpropjes kunnen oplossen. Dat hebben we tegenwoordig nog net iets meer dan een jaar in Suriname. Het is weliswaar een dure behandeling. Okay. Kan bijna grof hoor, neem het ten goede, bijna $2000 kosten per behandeling. Dus Juwa Taki zo snel mogelijk handelen, dus Lekfama Taki herkennen, dat belangrijk. En vooral te jabding risicofactoren. Ja. Voor jab de risicofactoren, is je tak, mofoi kokrom, anune, verlam, anoma opo, kraktino de, en het tak zo boom, zo gauw mogelijk, denk eraan, zodat Tjaringawa datra, of bel even, zodat ook bepaalde datra ego lukuna osso toe, doe des aan dat, want dat tijd belangrijk. En daardoor een neuroloog, je pikan de. Ja. Je pikan de, dat is dat amataki. Natuurlijk, lekfou taken toe, ik ben taken toe, tak. Ongeveer, je kan doen fysiotherapie en behalve een neurologisch gedeelte, je doet fysiotherapie, je kan herstellen. Mekasma kan ook een tien, zo moro boem, maar je komt terug in de maatschappij. Ja. Maar natuurlijk, de tijd is belangrijk. Lek van je betakje. Oké, wat trouwens aan je lek zou takje, maar eigenlijk nou zo maar niet de voetbalroerte moro? Ik moet je eerlijk zeggen, het is een behoorlijk dodelijke ziekte hoor. Ongeveer naar schatting 30% overlijdensrisico. Dus het is geen grap. Ja. En daarom is het belangrijk hoe eerder je in het ziekenhuis bent, hoe eerder we... Kijk, want wanneer je een beroerte krijgt, kunnen een heleboel dingen misgaan. Als sukro kan je heet doen, bloeddruk zal je zien, je hoger dan 200 systolisch. En dus dat moest behandeld snel. Anders wordt het alleen erger. Eén op de drie patiënten kan dus overlijden aan een beroerte. Oké, maar de man... Sana heeft de man herstel, hè? Ja. A kans de baka dat de man kies aan beroerte? Ja, kijk, wat achterstallig onderhoud herstel je niet in een dag. Ja. Dus mensen die al eerder een beroerte hebben gehad, hebben een hogere risico op het krijgen van een nieuwe beroerte. Door zou bij takba, dring je dressje op tijd, hoor een boer relatie aan je osodatra, zorg dat je bloeddruk de boom, je sucro de boom, je cholesterol de onder controle, dan kan je een risicoreductie hebben van tjawa, van 25% vermindering van de kans op een nieuwe beroerte. En dat zijn goede cijfers. En als je die 7 regels nahoudt, kan je soms, er worden cijfers in de literatuur gezegd van bijna 80% reductie van het risico door goed je onderhoud te plegen in je lichaam, om het zo te zeggen. Dus je jere, tekies van beroerte, waar is ik bij dat normaal takje? Nee, is niet dat ene. Ik heb ik kom bakken te padang, dan heb ik, ja, ik nog kiezen moro. En je kan kiezen bakken. Vooral te hebben risicofactor en dat je liever verwaarloos als kind, nog een check is aan op tijd, je kan kiezen bakken. En natuurlijk, ik begrijp ook toe, dat behalve je kan kiezen van traberoerte, je kan kiezen ook toe aan die probleem. Yes. Je verstaat dus aan je inom denken dat je kan wachten. Als aan dat effe kies aan beroerte, ik kan herstel maar vast naar een signaal de magie. Want dan ga je een signaal aan een manier loog te weten. Sap zei je doe. Dat want dat je, go doe je controles op tijd. Ga bij de arts, jullie hebben een dekking, go doe je controles, luister, bepaal samen met de arts het beleid. Dat is het doel voor het programma. Voeg je je inzicht, voeg je je zelfstandig, zodat jonge arts kan direct partner. Dat we taki dat er al kunnen maken, kan de minuandring adressie, of dat we kunnen proberen aan die. Dus juist even bepaald je zo, samen met arts. Dat is mijn taki. Verder, de minuandring adressie vaak ook toe, aspirine. Ja. Heb ik begrepen? Bijna levenslang de man blijft gebruiken, no? Is leven. Als er sprake is van een beroerte, aspirine en als aspirine gelijkende medicijnen. De man dat is zorgen dat het risico voor een volgende beroerte is verminderd. En als je eenmaal een beroerte hebt gehad, dan moet je blijvend op die medicijnen zitten. Want er is altijd de kans op een volgende. En door die medicijnen te gebruiken, dan drop je die kans. Maar if de mij dringen, want een vraag dat ik kom vaak, de mij dringen aspirine, toch? De man dat je maar dat er zijn dat ik bijwerking, want kan de maag of de man go haar want tv poeru. Ja. Als dan dat kan op invloed, if je kan vertellen, ze daarover, takje zo. Dus fossie de man denkt de dressie bij poeru bijwerking. Maar aspirintjes vallen reuze mee hoor. De bijwerkingen, sommige mensen krijgen een beetje hoofdpijn van die aspirintjes, maar dat valt reuze mee. Soms kan je wat blauwe plekjes krijgen. Maar daar valt er eigenlijk ook niet zo heel veel dus de man afstappen aan aspirine voor zijn Gopura TV? Dus vroeger dacht men
in stoppen adressie. Maar nu blijkt voor puur aan TV, no. No. Want je hebt last van mijn broer. En voor mijn kiesnep consult ook toe van, hey, moet ik doorgaan met die bloedverdunners tijdens die operatie? Ja. Tijdens die tandheelkundige operatie met dat ja. Is geen probleem. Zij de, als je een beetje extra bloed kan je met een ik kan stoppen. Maar natuurlijk ook op deskundige tandartsen. Ja, zeker. Dus je begrijpt, aspirine zou zij de mezelf vraag dat, omdat de vraag dat ik op voer moet polen. Aspirine allemaal. Hij remt bloedstolling. Ja. Dus je doet een ingreep en je gebruikt aspirine als bloed kan komen. Begrijp je? Dus hij remt bloedstolling. Nou, ik zou willen afsluiten, maar toch meer bij een takwans aan over zwangerschap. Ja. Natuurlijk, je vrouw zei dat hij bloed in een zwangerschap toe. Ja. Dus dat want dat de vrouw is ook toe kan bij risico. Wie is dat bloed voor de dropbaka bevalling? Een drop mooi of cellen op inschrijving of een adressie. Een vrouw is ook toe kan risico voor kiezen. Zeker. Beroerte later op een leeftijd. Hè? Nou, ik heb zelfs jonge vrouwen gezien die na hun bevalling of tijdens hun zwangerschap door die hoge bloeddruk een beroerte krijgen. Zo. Dus ook voor die, misschien een goed punt hoor collega, ook voor de jonge dames die zwanger zijn, hou je aan je controles, die zwangerschapscontroles, want natuurlijk bidrapen. Ja. Heeft u wat te zeggen? Volgens mij bedankt. Belangrijk boodschap vind ik hoor. Gezond leven moet geen straf zijn. Het is ook geen straf. Praat. Ik hoop dat de kijkers dit goed meenemen. Gezond leven moet geen straf zijn. Je kan het samen met je dokter, samen met de deskundige medische hulpverleners, ook kan zoeken een fasie dat je pas alibi aan met je geniet van alibi en idee bezig aan een gezond zijn. Dat je onderhoudt als jimbo. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Het moet geen straf zijn. Het is ook geen straf. Okay. Dat alleen wilde ik nog zeggen. Nou, ik wil dan collega de neuroloog hartelijk Jan bedanken. Ik wil many thanks te maken voor je informatie. Nou, om kort te zijn, voor zo'n tapu, dan wil ik altijd bakken. Preventie is belangrijk. Hoe je dat kan voorkomen beroerte. Hoe je dat zijn de risicofactoren. Bloeddruk, suiker, voeding, roken. Alcohol kan erbij zijn, cholesterol en te dik zijn, dat zijn risicofactoren. Als je die hebt, hoe normaal doet dat als je wegba? Go naar dat op tijd. If je de onderbehandeling van dat, go daar op tijd, zodat altijd u kan horen onder controle, zodat de kans wie ook toe ik kom moro minder, dat ik kies beroerte. Ja, dus dat is een heel belangrijke boodschap. Ik hoop mensen dat u hoe reageer bakken van Sande, wat zijn de nummers bakken en e-mailadres. En Sami want takkie verder. Ik hoop dat u de hoeer aan programma die zie, dat u bekijkt je inzicht als zelfstandigheid, dat u kan delen partner en dat u kan roken together aan een gezond Suriname. Dat mi want takkie. Mensen, many thanks. En ook nog dokter Jan, many thanks. Graag gedaan. RGD, alasi. Yomunoso Ouruwa. While you're open for singer, onze artsen zijn altijd klaar. RGD is betrouwbaar. RGD, huisarts. RGD, apotheek. RGD, laboratorium. Verloskunde, RGD, consultatie, RGD, spoedhulp, RGD, alassi, RGD, alassi. Stichting Regionale Gezondheidsdienst.